Tour de Delle kent altijd bijzondere deelnemers en dat geldt ook weer voor deze 6e editie. De oudste deelnemer, Derek Koek, was zo gastvrij om ons vandaag even op het lood ontvangen om alvast vooruit te blikken op die 6e editie. U gaat ook dit jaar weer mee, want u heeft al veel vaker meegedaan aan Tour de Delle. Ja, ik denk, ik heb 5 keer gedaan. 3 keer met mijn vrouw in de rolstoel. En de laatste 2 keer heb ik maar een klein stukje gelopen omdat mijn vrouw het niet zo goed voelde. Want wat was voor u en uw vrouw reden om mee te doen aan Tour de Delle? Nou, in de eerste plaats hier in de buurt waren een paar kinderen die kanker gehad hebben. Gelukkig waren ze genezen, maar ik voelde, ja, ik wil ook toch wat doen om te helpen met het onderzoek om een verbetering van de zorg voor kinderen met kanker. Nu gaat u deze keer alleen meedoen. Ik neem aan dat het anders voor u is. Heeft u nog extra getraind of gaat u nog met iemand anders misschien samenlopen? Nou, de laatste paar jaar heb ik niet zoveel getraind. Maar ik heb net vandaag iemand gevraagd of ze meedoet. Ze heeft dit ook elke keer gedaan. En ze gaat zich inschrijven ook. Dus ik zou wel bekende mensen bij me hebben, denk ik. Wat ik gemerkt heb, de keren dat ik meegedaan heb, was altijd zo gezellig. Iedereen bemoedigt iedereen. En één keer was het op de verjaardag van mijn vrouw. En toen de mensen dat ontdekten, dan stopten ze om te zingen. Lang zal ze leven enzovoort. Het was een gezellig dagje uit eigenlijk. Want hoe oud bent u? Ik ben 80. Ik ben bijna 81. Dan is het toch een hele mooie prestatie als het u gaat lukken straks om die 30 kilometer te lopen. Als u nu een oproep mag doen aan iemand, aan mensen die zich nu nog niet ingeschreven hebben voor Tour de Delle, wat zou u tegen die mensen willen zeggen? Nou, ik zou zeggen, probeer het maar. En ik denk, net zoals ik de eerste keer, ik dacht, ik zal het proberen. En ik heb zo van genoten. Ik dacht, ik doe het volgende jaar ook. En ik denk, vooral als het mooi weer is, dan heb je een hele plezierige dag samen. Met fietsen of wandelen of met de skiers, hoe dan ook. Het is heel fijn. Wandel snel naar toedelen.nl.